reliable source of information in a time of lies and disinformation. A warm welcome to your host, the never-failing and always thorough Ripe Xylemaker. Goedenavond weer bij een nieuwe weekeditie van Interessante Tijden TV. Met mijn broeder in het goede hier weer, Henk, met zijn staalhelm. Wat is het? Ja. Goedemiddag. Goedenavond. En we hebben vandaag wel weer een hele bijzondere uitzending. En die is niet voor niets getiteld Het Complot tegen God. We gaan jullie een paar essentiële complotboeken laten zien die jouw kennis van het wereldgebeuren van de afgelopen eeuw verruimen. Vanuit het idee dat je zonder een goede complottheorie, Henk, ja, kun je de feiten, historische feiten die anders los lijken tot aan die coronacoep van nog maar kort geleden terug, kun je gewoon bijna niet duiden. We hebben net nog Esther Noordermeer heeft er ook net nog een. Ja. En dan zie je ook, hè, wij hebben natuurlijk, wij bekijken eigenlijk vanuit het oudste complotboek van de wereld. Ja. Kijk je ook naar de moderne tijd. Dat staat hier. En dan zie je inderdaad ook, hè, het begon al bij Genesis 3 vers 5. De mensen die geloofden als God te kunnen zijn. En daarom zijn we vorige week ook al, hè, ik begon eerst ook, toen had ik het net gevonden. En ik tegen de Urk Visboef, de Great Reset, bla bla, allemaal organisaties noemen. En je zag zijn ogen hangen en oh ja, dat is een mens die als God wil zijn. Ja. Dus ja, je kunt via heel academisch kun je doen, met allemaal heel veel onderzoek kun je aantonen dat er iets geks aan de hand is. Maar zonder dat universele de lens van ook het oudste complotboek van de wereld, blijven er toch allemaal losse feitjes en zie je niet de universele beweging. Dat klopt. Maar dit belooft een hele interessante uitzending zeker te worden. Ja. Echt een hele interessante, maar vooraf even een huishoudelijke mededeling. Mm. Druk op die like-knop. Druk op abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Druk op dat belletje om notificaties te ontvangen als er een nieuwe video uit is. En als je dat doet, komen al je dromen uit. Bijvoorbeeld. Dat wou ik vooraf even stellen. Je bent ook eigenlijk net een beetje als de slang nu voor onze, hè, van doe zoals ik jullie zeg. En dan zal de wereld voor jullie openvouwen. Dus like Interessante Tijden TV. Op het laatst van de uitzending wil ik even iets over dit mesje vertellen. Maar dan moet je blijven hangen. Voor alle messenliefhebbers. Dit is een heel duur mesje. Mm-hmm. En dat gaan we verloten. Goed, en als we dan toch huishoudelijk bezig zijn. Strijdbier, de nieuwe badge, wordt op dit moment weer gebrouwen. Je kunt weer je kistje reserveren. Kan hier beneden in de link via www.lievedoodaanslaven.com in de store. En dan kun je alvast jouw kistje reserveren. We gaan er ook weer mee de markt op. Maar hier heb je alvast een. Ik denk, Henk, jij lust er ook wel een, hè? Met hier. Ik lust er ook wel een. Hier zie je ook iemand met zo'n pet. Nou, hij lijkt sprekend op iemand die hier wel. Alleen, sta jij dan nog niet met jouw pothelm op, hè? Nee, er staat een andere. Dat is iemand die werkt bij de Koninklijke Marine als koude trainer. En daarmee brengen wij dit biertje dus uit. Een vriezentrippel met gagel. En gagel hebben we net een leuk detail over gehoord via de een of andere plantensite. Het is natuurlijk, kijk, hop, deden de monniken erin. Juist om de lust een beetje te dempen. Want er zit een vrouwelijke hormoonstimulant zit erin, oestrogeen. En daarom kun je ook biertietjes krijgen op een gegeven moment. Ja, het is een. Maar is een beetje. Gagel doet juist het omgekeerde. Dat merkt juist meer jouw mannelijke drift weer wat meer op. Nou, en ook in het kader van de. Oké, nu kan ik het verklaren. Nee, ga verder. Nou, nu snap ik het. Omdat in de afgelopen eeuw, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn de mannen steeds vrouwelijker geworden en de vrouwen steeds mannelijker. Nou ja, we kunnen die trend misschien weer een beetje omkeren. Dat komt door dat vermaladij, de kloosterbier dus. Ja, hè? Ja. Onder andere. Nou ja, dan worden het allemaal een beetje van die softe broeders bij elkaar. Die alleen maar. Ja. Beetje van die Antoine Boudard. Nou ja, daar komt het wel op neer. Ja. Die zat toen bij, hoe heet die, Mulder, zat hij achter op de scooter. Van, oh, help. Nou ja, dan krijg je dat dus een beetje. Dus wij doen weer gewoon bier met gagel. Ik zou zeggen, Henk, hier. Ja, lekker, dankjewel. Hoppakee. Alsjeblieft, jij ook een. En die kun je dus bestellen via www.lievedoodenslaven.com. Zullen we ook meteen maar even het vuur erin gooien? Het is lang geleden dat wij gewoon weer op de ouderwetse normale manier in de uitzending sigaren rookten. Maar ja, hè, een tevreden roker is geen onruststoker. Integendeel zou ik zeggen. Nee. Dus eerst maar even. Tjoch, op z'n Fries. Tjoch is proost. Mm. 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 En wat is hier weer lekker? Ik denk dat wij bijna al ons bier al gewoon bijna zelf opdrinken gewoon. Dat wordt wel een beetje lastig allemaal.
Oké, complotten gaan we het over hebben. Je hebt een goede complottheorie nodig om de werkelijkheid en de geschiedenis en de beweging daarin, waar dat naartoe gaat, in, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, om die te begrijpen. Ik had het jullie vorige week al even genoemd. En het belang van kennis, hè, weten niet van niks, interessante tijden, het studiecentrum voor natuurlijke historie. Want als je kennis hebt en je gebruikt je logos, je verstand, dan laat je jezelf gewoon ook steeds minder wijs maken. Want dan sta je veel harder gegrond in een veel breder referentiekader. En wat heeft men... Dat merk je terecht op, dan sta je gegrond. Ja. Eigenlijk kun je de rest weglaten. Mm-hmm. En als je die kennis niet hebt, ben je niet gegrond. Nee, dan ben je ook zo met het alle winden kun je alle winden mee. Ja. En dan is ook niet dat wat jij weet en je reden is een deel van je identiteit, maar het gevoel van het moment. Dus je staat eigenlijk steeds meer als een soort dier in het leven. Ik noemde al het complotboek dat echt werkelijk iedereen gelezen moet hebben. Ik heb hem pas net in handen. Het is 30 jaar geleden al gepubliceerd door een oud agent van de inlichtingendienst van de Britten. En die zag op een gegeven moment waar hij in Afrika mee bezig was of werd geacht mee bezig te houden. Er is ook een vorm van depopulatieprogramma's werden daar uitgevoerd. Oh, je had het er ook al net over, hè? Hoeveel abortussen er al worden uitgevoerd. Alleen al in Afrika is die Mary Stopes Foundation actief. Met geld van de Nederlandse regering. Lilianne Plauma was daar nog een sponsor van. Of een aanhanger. Ja. Die voeren alleen al 3 miljoen abortussen uit. Hè? Oftewel onfit leven. Wat daar eigenlijk niet geboren mag worden. Ja. Door dat soort dingen. Dat hij ook zag van... Hey, wij zitten hier eigenlijk bezig zijn met een soort sinistere agenda uit te voeren. Dacht hij van nou, ik kap hiermee. En dit is ook een van de bronnen dus waarin dus staat dat men daadwerkelijk de wereldbevolking via allerlei eugenetische maatregelen, waaronder nu het huidige klimaatbeleid, wil terugbrengen naar 1 miljard. Maar over abortussen gesproken, ja? Het mag wel even kort. Mm-hmm. Ik ga wel even vlammen. Jaarlijks minimaal 50 miljoen abortussen. Dat zijn jaarlijks meer slachtoffers, ongeboren leven in dit geval, dan er in de Tweede Wereldoorlog tijdens 7 jaar Tweede Wereldoorlog, of 6 jaar Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Dat zijn er meer als Stalin omgebracht heeft. Dat zijn er meer als Mao Zedong heeft omgebracht. Ja. Alleen in Nederland 140 per week. Het getal was altijd 120 per week, per dag. Maar er zijn er 140 per dag. Dus iedere week 3 basisscholen vol met kinderen wordt vroegtijdig het leven van beëindigd. Ja, ik vind het verschrikkelijk. En dan zie je dus de glijdende schaal van moraal, die langzamerhand bewust, ook via geheime diensten en aanwijsbare instituten, vanuit naam van onderzoek, sociale experimenten, langzaam zijn geïnjecteerd in de mainstream. Ja. Hij beschrijft ook hoe cultuur, muziek door CIA is gebruikt. En dat is het goede aan zijn werk. Hij heeft het niet over een vage ze. Ik kan hem iedereen aanraden. Niet een vage ze, maar hij noemt ze allemaal in alfabetische volgorde. Noemt hij alle namen van de mensen die daar op een of andere manier bij die agenda betrokken zijn. Die is geworteld in onder andere de eugenetica. De eugenetica is het hele idee van dat er fitte mensen zijn en onfitte mensen. En de onfitte mensen moeten uitgeselecteerd worden. Nou, de agressieve kant daarvan hebben we bij het nazisme gezien. Ja. Maar Hitler's ideeën waren daarop gebaseerd. Maar dat waren niet zijn ideeën. Nee, hij had ze niet bedacht. Hitler heeft dat allemaal gewoon geleend van de Anglo-Saxische elite. Ja, ja. Van Darwin, Francis Galton. Galton is de neef van Darwin. Die was de uitvinder ook van het woord eugenetica. En dat betekent niets anders dan edel geboren zijn. Dus het was een idee dat eigenlijk afkomstig was van de Britse adel. Nou, die moet je even vasthouden. De Britse adel, halverwege de 19e eeuw. Kwam ook onder occulte invloed te staan. Helene Blavatsky, hè, die beschreef dat de grondlegger van de theosofie. Die schreef dat boek Isis Unveiled. En die grijpt dan eigenlijk weer terug op die oude mysteriecultussen, ook van de Egyptenaren. En daar zitten ook allerlei, daar komen we zo ook op terug. De goeroe van de popcultuur kwam daar ook uit voort. Jij kent hem? Ja, het is me ontschoten. Ik heb even een blackout. Aleister Crowley. Aleister Crowley. Ja. Maar wat is dus zijn verhaal? Ja. Die adel van de Britten en ook het Nederlandse Koningshuis noemt hij. Hij noemt ook Beatrix van Oranje als onderdeel van die kliek die depopulatieagenda steunt. Net als Bernhard trouwens en die industriële waarmee hij contact had. Heeft dus een hele alfabetische lijst van allemaal namen opgenoemd. Er zat ook één Fries bij trouwens. Oh, is dat zo? Ja. Oké. Okay, ja, die was naar Amerika geëmigreerd.
Rimmer de Vries werd hij. En dat werd een econoom. En die werd ook actief voor een van die typische complotinstituties die ook vanuit de Britse Royal Institute for International Affairs werd opgericht. Namelijk de Council on Foreign Relations. Dat is eigenlijk de Amerikaanse variant van die Britse geheime diensten en al wat er allemaal aan vastzit. En Rimmer de Vries, die werd dus lid van die Council on Foreign Relations. En die staat ook in dit lijstje van de Conspirators Hierarchy. Oké, dat wist ik niet. Nee, hij noemt ook alle bekende instituties die je ook her en der wel zag, ook in verband met klimaatbeleid. Want ik zei al, de eugenetica. Hitler schoot daar natuurlijk op zijn Duits gewoon heerlijk grondig in door. Zie je, de fout van de Duitsers was niet dat ze zich met eugenetica bezighielden. Want dat deden de Amerikanen deden dat al en de Engelsen deden dat ook al. Ik noemde al Mary Stopes. Dat was een Britse supporter van Hitler. Ja. Ja, en daar is dus een foundation naar vernoemd die niks anders doet dan in Afrika abortussen plegen. Ja. Nou, moet je eens nagaan. Ja. Gesteund door de Nederlandse regering. Ja. Ja. Dus hij noemt al die depopulatieagenda. Hij geeft echt letterlijk aan dat dat het doel is. Dus dat er nog maar 1 miljard mensen over mogen blijven. 500 miljoen in het westen, dus in Amerika en in Europa. En de andere 500 miljoen in China en Azië. En waarom daar ook? Want die populaties die zijn al gewend altijd al gecoördineerd te worden. Ja. En onvermijdelijk altijd orders te laten. Ja. Maar wat moest er gebeuren met die eugenetica agenda? Hitler heeft hun agenda eigenlijk gewoon politiek onverkoopbaar gemaakt. Dus de British Eugenics Society, die notabene werd geleid door Julian Huxley, de nazaat van Thomas Huxley. Ja. Ook wel bekend als Darwin's Bulldog, want dat was de meest agressieve promotor van de evolutietheorie van Darwin. Die was daar dus de aanvoerder van. Dus wat hebben ze gedaan? De British Eugenics Society, die ging Galton Society heten. En wat eerder eugenics heette, dat ging toen Reproductive Health heten. En klimaatbeleid natuurlijk. Ja, ja. Snap je ook waarom, Henk? Henk, waarom het klimaatbeleid werd? Nou, vertel maar. Nou, van alle praten krijg je een beetje... Ja. Maar het is heel simpel. Als je eugenetica en het begrenzen van de massa, als je dat een andere naam wilt geven, of een andere agenda, hoe noem je dat dan? Net zero. Wat doen we nu? We gaan voor net zero in 2050. Het enige wat je dan doet, en hij beschrijft in 1992 al dat dat het doel was. Hoe willen zij nou die depopulatie afdwingen? Door energierantsoenering, voedselschaarste, oorlogen, pandemieën. Het staat hier gewoon al 30 jaar. Ja. En dat zien we nu, die hele tendens zien we nu weer terugkomen. En we zien ook al, wat is er nu al net ingevoerd en goedgekeurd door het Europees Parlement? Nou, vertel maar. De Digital Wallet, de Europese digitale identiteit, die komt er ook al aan. Dus allemaal registratiesystemen om jou maar steeds verder in dat keurslijf te dwingen. Het gebeurt gewoon letterlijk voor je ogen nog. Alleen ja, je geeft het allemaal andere namen. Je vermarkt het op een andere manier. En dan, Nou ja, dat is natuurlijk de afgelopen paar weken uitgebreid ter sprake gekomen met de SDG's die je behandeld hebt. Ja. Je giet er een sausje overheen en mensen slikken het. En dit is wat er gebeurt op het moment dat je GroenLinks stemt, op het moment dat je D66 stemt, op het moment dat je PvdA stemt. Ja. Dan stem je hiervoor. Dan breng je gewoon je stem uit voor eugenetische doeleinden. Ja. Depopulatie. Wat heel belangrijk is, ze hebben gewoon een pact gesloten om ook de cultuur te veranderen. Na de Tweede Wereldoorlog moest de hele confessionele politiek moest gesloopt worden. In Nederland heette dat project in de oorlog al de doorbraak. De doorbraak, daar is de PvdA uit voortgekomen. En dat is niks anders dan een geleidelijke socialistische overname van de cultuur. Ja. Nou ja, en ik weet nog wel, ik ben als protestants jongetje opgegroeid in een Fries provinciestadje. We gingen toen nog naar een gereformeerde kerk. Had je gewoon 2 volle diensten nog achter elkaar op de ochtend. En nu is die kerk al gefuseerd met andere 3 leegloopkerken tot 1 schamel wegkwijnend PKN'tje. Ja, maar dat hele ecumene gebeuren, dat past ook in dit verhaal. Maar ik wil maar even zeggen, wat voor ongelofelijke culturele omslag, zelfs ik al in mijn eigen leven, in mijn generatie, al heb meegemaakt. De totale ontkerkelijking, de totale ontgoddelijking van de maatschappij. Het is goddeloos. En dit zeg ik, voorzitter, als lid van een seculiere partij. Maar ja, dan wij waren, in jouw jeugd, in mijn jeugd, waren we een christelijke natie. Zo heette dat. En tegenwoordig zijn we al bijna een islamitische natie. Nou, ik wil die islam er nou verder even buiten houden, want die hebben de goede daarvan hebben tenminste nog een vorm van godsbesef. Daar wil ik het verder niet over hebben. Het gaat mij vooral puur om de denktanks die hij dus ook in dit
boek ook noemt, die actief hebben bijgedragen aan de counterculture, maar ook het injecteren van drugs in de maatschappij. Er zijn dus vanuit de CIA drugsexperimenten ook op bepaalde targetpopulaties losgelaten in San Francisco en ook in New York. En de counterculture van de hippies en noem maar op, maar ook op Woodstock werd allemaal drugs uitgedeeld. En dat bleken later gewoon experimenten te zijn van onderzoeksinstituten verbonden aan de CIA. En dat heeft ook gewoon letterlijk in de krant gestaan. Hè? Volgens van mij op Facebook, die lieten nog een artikel in de Washington Times zien. Of was het een post dat het letterlijk naar buiten kwam. Hey, na 20 jaar van dat CIA MK Ultra onderzoek, ja, bleek dat de CIA actief betrokken was bij drugshandel. Ja. Bij het injecteren van LSD in, ja, de markt. LSD-experimenten. Ja. En dan komen we er ook bij een ander iets. Volgens hem, ja, de Beatles zijn actief gebruikt, als met name op de Amerikaanse markt, om dat hele idee van drugs en drugsverkoop, om dat verder aan te zwengelen. Dat is in ieder geval ook zijn theorie. Nou, ik vond dat zo'n prachtige complottheorie. Ik denk, die kan ik gewoon jullie niet onthouden. En dat klopt ook wel, want we kennen natuurlijk al Lucy in the Sky with Diamonds. Een letterlijke verwijzing naar LSD. Maar hij zei over, with a little help from my friends, is ook met drugs. Ja. En daarnaast het hele idee van, wat wilde men ook na de oorlog, hè, voor die New World Order van H.G. Wells. Wat wilde men ook? Gewoon een totaal nieuwe mens creëren die geen oorlogen meer zou maken. Die ook volgens een andere medewerkers, dat zijn de Frankfurter Schule. Die zijn ook heel uitgebreid al door Sid Lucassen trouwens beschreven in zijn boeken. Maar hij kijkt dat vanuit de seculiere context. En dan mist hij net die samenhangende, overkoepelende, ja, beweging daarin. Ja. Maar de rol van de Frankfurter Schule, Herbert Marcuse, Adorno. En met name Adorno is in relatie tot muziek belangrijk. Want de motto's van Adorno, van hoe je met muziek een vorm van gekte moet opwekken, als het ware. Want die gekte zou een bevrijding zijn uit de patriarchale structuren. En die patriarchale structuren, hè, dat is letterlijk zijn muziektheorie ook, 1948 heeft hij het opgesteld, die moesten helemaal doorbroken worden. En dan bedoelde hij met name dus het christendom en het jodendom, dat moest helemaal weg. En daar moest dan die nieuwe mensen, die nieuwe van patriarchale onderdrukking bevrijde mens, moest daar dan uit voortkomen. En die theorieën werden letterlijk ook in die muziek van die Beatles, werden die ontvouwen. Dus daarom werd ook wel eens gezegd dat Theodor Adorno eigenlijk de vijfde Beatle was. Oké. Okay. Ja, ja, want alle mechanismen van bevrijding, van structuren die hij beschreef, worden letterlijk ook in die tekst van Beatles, natuurlijk ook verder die hele, ja, popcultuur, ja, worden die vervolgens, ja, ja, worden die, ja, voor het voetlicht gebracht. Ja. 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 Lees die. Een andere. Heb ik ook net. Ik ben er nog in bezig. Ik vind hem iets minder sterk, omdat hij vooral meer op secundaire bronnen gaat. Coleman, die verwijst direct naar de letterlijke stukken. Is een belangrijk document. Dat werd ook uit Stanford Research Institute, van psychiaters, sociaal-psychologen, een heel team wat zich bezighield met gedragsbeïnvloeding en het opzetten van allemaal instituten die zulke experimenten op de maatschappij loslieten. En heel belangrijk in dat verhaal, die ook samenwerkte met die Frankfurter Schule, was een instituut van de Britse geheime dienst, namelijk de Tavistock Institute. Is in 1921 opgezet met als doel sociale beïnvloeding. Welke technieken werden daarin gebruikt? Technieken die door de neef van Sigmund Freud, Edward Bernays, ook in oorlogstijd al werden toegepast. Ja. Bij mij vielen de schellen pas van de ogen toen ik mij ging bezighouden met de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk is het daar allemaal al echt begonnen. Het hele idee dat je de massa zo kan opzwepen, dat er gewoon 3 miljoen Duitse soldaten zich laten doodknallen en 3 tot 5 miljoen Franse en Britse soldaten die als vlees tegen elkaar in een industriële massaslachting werden gegooid. Toen hadden we eerst Wilson, hè, de president, E.O. Ja. Wilson, die had als verkiezingsslagzin in 1915 nog, ja, Woodrow Wilson, he kept us out of war. Ja. Hè? En wat deed hij een jaar daarna? Hij gooide de Amerikanen ook tegen de linies aan. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat een land dat voor pacifisme was, hebben ze met een Creel Commission, met professionele manipulatoren, die dus Freudiaanse principes gebruikten, het inwerken op jouw zelfbeeld van, als jij niet wil meevechten, ben jij een mietje. Hè? Dus helemaal, en ook het demoniseren van de vijand.
hebben ze er in 2 jaar notabene tijd voor gezorgd met propaganda, dat ze in 1 keer wel 100.000 Amerikanen bereid vonden om wel over zee te gaan in een oorlog te vechten, waar ze eigenlijk part nog deel aan hadden. Ja. Nou, dat is een meesterstuk geweest van. Ja. En die technieken zien we nu nog steeds. Maar ook dat is weer een grondslag. Daarin vind je de grondslag ook weer in al die Freudiaanse theorieën. Mm-hmm. Waarbij technieken worden gebruikt die zo geraffineerd zijn om mensen te beïnvloeden, te manipuleren, te hersenspoelen. Ja. Dat is echt van ongekende hoogte. Ja. Ja, dus wie ook dacht van, maar zo'n invloed kunnen een paar mensen toch niet hebben. Maar er is al een bekende zin, ook van Edward Bernays, ook met name in zijn andere boek, Crystallizing Public Opinion. Iedereen die in massa-beïnvloeding, massa-psychologie is geïnteresseerd, leest die boek van hem. Ze zijn gewoon openlijk te verkrijgen. En daar wordt hij ook letterlijk geciteerd van, dat mensen eigenlijk niet doorhebben dat er een D is die eigenlijk de orders uitdeelt en alle beïnvloeding regelt. En als ze het wel doorhebben, dan kun je ze zodanig beïnvloeden dat ze hun geweten uitschakelen. Mm-hmm. Dat is dat bekende experiment geweest op een universiteit. Dat ze gewoon enkele tientallen studenten zover kregen dat ze iemand in een verhoorkamer elektrische stoten toedienden. Ja. En dat doen ze gewoon. Ja. En ze gaan allemaal over hun grenzen heen. Ja. Dus wie ook alleen dacht van dat is ook het misleidende van de Frankfurter Schule. Die zei van die fascistische doctrine, dat kwam alleen maar door de patriarchale maatschappij. Dus als wij die patriarchale maatschappij veranderen, dan roeien we ook het fascisme uit. Maar dat was helemaal niet waar. Want wat was het nazisme? Dat was een occulte stroming, een paganistische stroming, voortgekomen uit een geheim genootschap, de Thule Gesellschaft. De Thule Gesellschaft was een van die occulte stromingen die weer uiteindelijk tot Blavatsky is te herleiden. Ja. Die ook het hakenkruis van hun. Exact dezelfde symbolen gebruiken ze. Ja. Om maar eens te zeggen dus. En wat stond ook bij Goebbels in de boekenkast? De handboeken van Edward Bernays. Ja. En waar was Goebbels toch wel vrij goed in, moet je zeggen. Ja. In het opzwepen van de massa's. Propaganda. Die heeft, exact, maar ook met het gebruik van wat de Frankfurter Schule ook zei. Wat gaan wij gebruiken voor die maatschappij beïnvloeding? De eros, oftewel erotiek, seksualisering. En wat deed Goebbels? Die maakte van Hitler een Germaan sekssymbool. Ja. Zodat er echt gewoon hordes, groepies allemaal naar zijn Berchtesgade, naar zijn Berghof kwamen. Ja, ja. Ja, ja. Dus die maakte van Hitler ook een soort sekssymbool waar mensen gewoon achteraan gingen. Führerbefehl und wir folgen. Ja. Dus wie nog niet gelooft dat je met meestelijk opgezette propagandatechnieken, met kennis van dieptepsychologie, mensen massaal kan beïnvloeden. Nou ja, we hebben een recent voorbeeld gezien, 3 jaar geleden of 2 jaar geleden, met de vaccinaties. Ja, maar Henk, dat is iets totaal anders. Dat was vanwege corona. Ja, dat is een complot. Ja, nee, een complottheorie. Dat is een complot-idee. Nee, maar dat was heel anders. Je doet het voor de ander. Je doet het voor de ander. Je wilt toch niet je opa of je oma laten sterven? Nee. Dus neem die prik. Ja. Dansen met Janssen. Mm. Exact dezelfde technieken werden toegepast. Maar mm-hmm. Goed, daar wil je het niet over hebben. Dat neem ik aan. Nee, natuurlijk niet. Jouw complotdenker. Zie, dat was heel anders. Ja, ik ben een complotdenker. Nee, ja, precies. Ik erbij, maar ik merk dat jij nog de bevrijding uit patriarchale structuren mist, Henk. Dat mis ik. Absoluut. Ik vind jou wel een beetje geborneerde, racistische, genderfobe, klimaatontkenner eigenlijk wel. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Dat heb je scherp gezien. Scherp observatie. Maar je mag niet discrimineren, jij. Nee, maar dat doe ik wel. Ja. Dat is mijn patriarchale achtergrond. Ja, toch nog wel. Hè? Dus Marcuse heeft nog geen invloed op jou gehad. Marcuse heeft geen invloed op mij gehad. En dat zal hij ook nooit krijgen. Dan zie je dus ook tot in wetgeving aan overigens, toe. Dick Ales, mm-hmm. Dat is de voormalige, die is, wat is hij van oorsprong? Volgens mij is hij rechtsgeleerde van oorsprong. Maar die heeft jaren heeft hij de Gouden Gids geleid. Okay. Die geeft hier hele mooie lezingen over. Oh, wat gaaf. Over dit onderwerp. En er is een aflevering op deze dagen, Spotlight genaamd, met Dick Ales. Die gaat over die lange mars der instituties. Ja, ja. Over dit onderwerp. Ah. Over die hele Frankfurter Schule. Die prachtige, geeft die prachtige lezingen. Oh, dan ga ik die meteen die even. Heeft het zo in het snotje. Ja. Sorry voor de onderbreking. Nee, maar het grappige is dus wel, mensen hebben, omdat ze niet het overkoepelende plaatje hadden, van wat wij dan het complot tegen God noemen, dan zien ze wel onderdelen van het plan, maar niet het hele plan. Nee. Precies. En dan snappen ze dus ook niet waarom Freudiaanse Marxisten
in bed kunnen liggen met miljardairs die eugenetica willen bedrijven. Ja. Ja. Want uiteindelijk willen die hetzelfde. Die willen diezelfde nieuwe maatschappij en de nieuwe mens afdwingen. Ja. En die tot een massa reduceren die makkelijk te beïnvloeden is. Ja. En daar is een techniek voor ontwikkeld. En dus in samenwerking met het Tavistock Instituut, hij noemt dat ook, dat werd Future Shocks genoemd. En daar is die hippiebeweging met continu weer allemaal nieuwe, nog extremere cultuuruitingen is daarvoor gebruikt. Future Shocks betekent dat jij, net als bij een verzadigingsbombardement, dat je mensen helemaal murf beukt. Ja. En in plaats van dat ze dan denken van ja, wat doen ze hier aan? Wij gaan ons verzetten. Ja, krijg je eigenlijk de mentaliteit van nu. Mensen kijken wat verdwaasd om zich heen van oh, ja, ik weet het ook niet. Dus dat je een soort vorm van lethargie creëert. Ja. Nou, dat is dus Future Shocks. Ja. Dus met herhaalde, nou, we hebben nou deze week alweer de week van racisme. Vorige week was het alweer Vrouwendag. En op een gegeven moment denk je ook van ah, de lentekriebels. De lentekriebels, ja. Wat letterlijk een uitvloeisel is van de Frankfurter Schule uiteindelijk. Dat soort technieken werden dus losgelaten. En dan komen we ook, wat gebruikten ze nog meer en wat kwam in de seksuele revolutie van de jaren, eind jaren 60 omhoog? Wilhelm Reich. Ja. Een Freudiaan, een pupil van Freud. Ik heb hem al eens vaker behandeld. Wilhelm Reich is de uitvinder van de sexual revolution. Dus het hele idee dat je die patriarchale structuren, die volgens Freud ook tot frustratie zou leiden. Frustratie, het hele woord frustratie, is een uitvinding van Wilhelm Reich, seksuele frustratie. Zou ertoe leiden dat jij zo'n patriarchale onderdrukker zou worden. Dus die ideeën werden toen in de mainstream gelanceerd. Maar de ideeën zijn natuurlijk al zo stokoud als Egyptische culten van... ze zijn nog ouder als de weg naar Rome. Klopt. Gaat wel terug tot Babylon uiteindelijk. Ja. Van die Isis-cultus en dat jij onder invloed van drugs en orgies... dat je dan tot een bepaalde godheid zou komen. Baal... Ja. Wij kwamen uit de benen, wij waren in het Eden Project in Engeland, in Cornwall. En tussen alle mooie planten en zo stond letterlijk een kunstwerk waarin die Isis-cultus en die Baal-cult van mensen die helemaal gek gingen doen onder de invloed van drugs. Eigenlijk net als bij een rockconcert waar iedereen onder de drugs is. Of later, of later bij die boem, 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 waar iedereen helemaal als een bezetene... Gek is dat eigenlijk, hè? Zou je daar die herrie uit... Ik zie trouwens ook terug in die hele... Die New Apostolic Reformation cult in Noord-Amerika. Okay. Dat zijn dan zogenaamd kerkelijke bewegingen. Mm-hmm. Maar dan gaan ze helemaal los op die muziek. En nou ja, goed. Ja. Dat zie je dus daar ook terug. Maar zelfs ook, in de kerk. En hier beken ik ook zelf schuld. Je legt ook steeds de grens verder. Ik weet ook, hè, ik ben een beetje metalhead geworden. En ik had het gewoon nodig. Die lekker zware, zompige... Muziek, dat is melancholische, zwaar. Hè? Ik had een onheilige drie-eenheid in de jaren 90 waar ik naar luisterde. Dat was Paradise Lost. Dat is niets dan godverlatenheid gaat het over. Het afwijzen van geloof en alleen maar pessimisme. En daar zit ook die grunt zit daar al in van. Idee. Ja. Typo Negative. Nou ja, dat klinkt ook niet al te positief. En My Dying Bride. Nou, dat is ook alleen maar. Die heeft letterlijk, dat is het... Een song, The Snow in My Hands. En dat gaat letterlijk over dat thema van Nietzsche. Van God heeft mij verlaten. Ja. The Snow in My Hands. Ja, 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 ja. Het leven gaat zo door mijn vingers heen. Dat is het pessimisme dat in die muziek werd uitgedragen. Maar ik begon heel onschuldig met Europe. It's the final countdown. Maar het werkt net als een druk. Je hebt steeds harder en... Je hebt harder en harder nodig. Totdat je ze ook gewoon tegen death metal kan. Ja. En wat doet death metal? Die grunt van... Ja, dat is puur satanisch. Ja, dat is een imitatie van demonische bezetenheid. Ja, je kunt dat ook wel zien in The Exorcist. Als die is dan door gebruik van een Ouija-bord is daar een boze geest in gevaren. En wat voor stem krijgt hij dan? Precies die stembuigen die mensen ook krijgen die demonisch bezeten zijn. Ja. En dan denk je, ja, aan de ene kant denk je, ja, doe niet zo moeilijk, dat is allemaal leuk. Maar aan de andere kant, je gaat er wel in mee en je leert het wat eerst abnormaal was, leer je als een grapje accepteren. Ja, ja. Maar het zit woordenvol met gesublimeerde boodschappen. Mm-hmm. Mm. Je wordt vergiftigd zonder dat je het in de gaten hebt. Dus ja, ik ben ook gewoon Metallica-fan en het is gewoon wel echt goede muziek. Ik heb ook nooit herrie onder herrie, heb ik goed gevonden. Ik vond altijd wel, de muziek moest wel gebaseerd zijn op een bepaald symfonisch thema. Dus dat je aan het begin van het nummer nog niet weet waar het naartoe gaat. Ja. Dus uiteindelijk zijn er ook natuurlijk wel weer bands die hele... Die er dan, ondanks dat de oorsprong daarvan niet bijster fris is, die er dan toch weer knappe muziek van maken.
Je hebt juist Nederland heeft ook hele goede bands daaruit voortgebracht. Met van die symfonische metal bands. Epica is een goed voorbeeld. Je had After Forever. Allemaal. Het zijn ook allemaal hartstikke sympathieke, leuke lui hoor. De meeste metal mensen. Dus ja. Niets te nadelen daarvan. Maar, dan komen we erop. Wie was verder de grote invloed in de popcultuur? Afke en ik zijn bij het Witchcraft Museum geweest in Boscastle. In Cornwall. En ja, wat is eigenlijk de held van de popcultuur? De satanist Aleister Crowley. Aleister Crowley heeft dit boekje uitgebracht. The Book of the Law. Hij deed seances. Hij deed alles precies in die Isis-cultus van seksuele perversie. Drugsgebruik, orgies, alles wat... die schreef dus eigenlijk de hoofdwet van, ook van de popcultuur. Doe wat je wil en dat is de hele wet. Ja. Ja. Zolang je een ander niet mee benadeelt, mag je doen wat je wilt. Doe wat thou wilt. Nee, dat is alleen in de Wicca komt dat zinnetje er nog een beetje achteraan. Als je een ander maar niet schaadt. Maar bij Crowley is het gewoon alleen maar doe wat je wil. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik refereer aan een interview wat John Lennon ooit gaf in 1980. En die zei dat zinnetje er ook nog bij. Ja. En dat was geïnspireerd op Aleister Crowley. Ja. Nou ja, kijk, kun je daar ook weer lacherig over doen. Maar vanuit het ouderwetse christelijk perspectief is doe wat je wil. Is precies het tegendeel van doe wat God wil. Ja. Is godloos. Precies. Ja. En zo werkt Satan met omkering. Ja. Dus, precies het tegenovergestelde. En de verwijzing naar Crowley in de popcultuur zijn legio. De Beatles is een heel mooi voorbeeld. Ja. Die hadden op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band stond Crowley stond linksbovenin op het album. Nou, en jij had daar een leuk verhaal ja, over. Ja, er wordt ook gezegd, dat wordt al jarenlang gefluisterd, dat Sgt. Pepper, dat ook Aleister Crowley, wordt bedoeld daarmee. Toen dat album uitgebracht werd, dat was precies op de dag dat het 20 jaar geleden was dat Aleister Crowley was gestorven. Ja. En de eerste zin van Sgt. Pepper refereert ook aan 20 jaar terug toen je ons leerde spelen. Ja. Nou ja, en wat daarmee bedoeld wordt, ja, dat kun je op allerlei manieren uitleggen. Mm-hmm. En in 1980 werd dat ook bevestigd in een interview met John Lennon, met de Playboy. Mm. Dat inderdaad wel Aleister Crowley de hoofdkandidaat was voor Sgt. Pepper. Ja. Dus, nou ja. En niet veel later werd hij ook doodgeknald. Ja. En dat beschrijft hij ook, dat het waarschijnlijk zo was dat ze hem niet meer onder controle konden houden. Ja. Maar we hadden het er al eerder over gehad. Zijn liedje Imagine. Ja. Dat is precies hetzelfde thema als World Economic Forum. Ja. You'll own nothing and be happy. Ja. Ja. Zegt hij vanuit zijn miljonairswoning. Ja. En hij lag in bed met Yoko Ono en lag hij de bevrijding te prediken. Peace, peace. Maar de nog niet bevrijde serveerster, die moest hun kussens opschudden en alles, terwijl hun daar was in bed lagen te luieren. Ja. Maar Imagine is ook het thema wat bij het Vredespaleis hangt. Ja. De Imagine Tree. Ja. Van die wereldverbroedering dat jij moet oplossen in een al in het niks. Dus als een soort weerloze massa die agenda langzaam ondergaat. Ja. Nou, heel leuk om dat ook... dus dan heb je een beetje een... contextduiding. Ik zou dit ook lezen. Ja, Afke en ik, wij konden er echt niet uit wijs worden wat die vent nou allemaal te zeggen had. Het was eigenlijk één boek vol slap gelul voor ons eigenlijk. Maar hij beweert ook dat hij zijn openbaringen van een Egyptische godheid kreeg. En dus dan vraag je ook af, met zulk slap gelul, dat je toch de hele popcultuur kan beïnvloeden. Dat is wel opmerkelijk. Ja. Komt ook het album van de Red Hot Chili Peppers, wat trouwens steengoed is. Ik ben ook fan geweest vroeger van de Red Hot Chili Peppers. Totdat je erachter komt wat de oorsprong is. Sex Magic is een term van Crowley. Die hun letterlijk in het album Blood Sugar Sex Magic gebruiken. Hè? Dus de Eros, ook weer van Marcus. Grijs gedraaid. Ja. Ja, het is gewoon steengoede muziek. Ja. Ja, laten we gewoon eerlijk wezen. Maar Vlier heeft mijn basspel ook enorm... Dat is de bedoeling van dat muziek, dat je gepakt wordt. Ja. En je wordt vergiftigd. Mm. Gelukkig zijn mijn ogen opengegaan. Ja. Jimmy Page van Led Zeppelin. Ja, die het huis heeft gewoond van Aleister Crowley. Ja, wat in Schotland. Afgebrand is, gelukkig. Wat ook een hele demonische sfeer had. Mm-hmm. Waar mensen zich zeer ongelukkig voelden als ze daar op bezoek waren. Mm-hmm. Daar zijn diverse getuigenissen van terug te vinden. Ja. Ga verder. En we hadden nog een andere uit de complotbibliotheek van Weile, mijn schoonvader. De schrijver van Non Dare Call It Conspiracy.
die al aantonen dat krachten binnen de Amerikaanse regering tegelijk ook het communisme en allemaal antinationale krachten steunden. En die heeft ook nog een opvolger daarvan gemaakt. En dit boekje is al in 1987 nog weer uitgegeven. Oh, leuk. Dus zo lang is dit al bekend. En toch kennen de meeste mensen het niet. Ik kende het niet. Nee. En hier zie je dus alweer, wat is nou doorslaggevend? Is niet dat er een bepaalde muziek bestaat of een bepaalde literatuur. Maar welke boeken en welke muziek wordt gepromoot. Ja. En krijg je overal via radiostations ingeprent alsmaar. Ja. Net als All You Need Is Love, dat werd ook 3 dagen lang wereldwijd grijs gedraaid van de Beatles. Ja. Tot je er niet meer omheen kan. En op een gegeven moment denkt iedereen, wat een leuk liedje, omdat je het vaak hoort. Ja. Want je moet het leuk vinden, beslist. Ja. En deze boeken die werden natuurlijk nooit gepromoot, dus de meeste mensen weten het helemaal niet. Een bekend recent voorbeeld daarvan is het boekje van Matt, dan ben ik even zijn naam kwijt, Amerikaan, Matt, nog wat. Die heeft een boekje geschreven, Wally the Wolf, Wally the Walrus. En dat is een tegenbeweging op het hele LGBTQ gebeuren. Mm-hmm. Dat je mag zijn wie je bent. En daar is hij Matt Walsh. En dat boekje dat werd zo goed verkocht. Dat was dus echt een topseller. Ja. Maar dat wordt niet getoond in de topsellerlijsten. Nee. Nee, daar worden de andere boekjes getoond. Die juist die LGBTQ plus... agenda promoten. Precies. Dus zo werkt dat. Net als die transhumanist, die Yuval Harari. Ja. Op de boekentafel van de Wereld Draait Door tot in de supermarkt van de Jumbo aan toe. Overal kon je het krijgen. Iedereen die dat las, meende ineens alles van de geschiedenis te weten. Die waren helemaal verrast van wow. Ja, maar je hoort bij het intellectuele clubje, als je dat soort boeken leest. Ja, die promoten dezelfde ideeën eigenlijk al. Die ook, en dan komen we bij de andere complotschrijver, Aldous Huxley. Mm. Ja, die schreef 2 belangrijke boeken die echt tekenend zijn voor wat er in de 20e eeuw tot nu toe is gebeurd. Wat beschreef hij? Een door drugsgebruik gesedeerde samenleving die een soort vorm van zachte despotie zou tolereren. Ja. Dat is Brave New World. Ja. Mensen als ons hebben dat nog in de boekenlijst meegekregen. Maar wat Coleman ook beschrijft, er zit systematische verdomming van de cultuur en het onderwijs. Ja, je kunt nou eigenlijk niet meer van onderwijs spreken. Dus de meeste mensen kennen dat boek helemaal niet. 1 op de 3 is analfabeet in Nederland ondertussen. Ja, hè? Ja. En Harari refereert daar ook aan. Mm. Met zijn useless people. Ja. Hou ze maar tevreden met games en drugs. Klopt. En ook dat basisinkomen past in dat hele idee van ach, hou ze maar lekker bezig. Ja. Ja. En Bregman is daar dus ook promotor van zonder dat hij het in de gaten heeft. Ja, ja, die snapt het niet, joh. Nee. Hè? En die zegt dan ook precies het tegendeel van wat ons complotboek de Bijbel zegt. Ja. Van ja. Iedereen is van nature eigenlijk goed. Want ik wil nog geloven dat Bregman oprecht is. Dat wil ik nog wel geloven. Bregman's roman. Ja. Maar hij is gewoon ingepakt. Ja. Hij is helemaal geïndoctrineerd. Nee, maar het is ook heel makkelijk om mensen die een bepaalde ambitie hebben om die voor je karretjes te spannen. Je aait ze over de bol, je geeft ze een podium. En als jij door de invloedrijkende aarde van het World Economic Forum wordt uitgenodigd om daar te spreken, ja, dan zeg je natuurlijk van, wel leuk, goh, blijkbaar ben ik belangrijk. Ja, ze doen een appel op je narcistische persoonlijkheid. Ja. Maar wat doet Yuval Harari nog meer in Homo Deus? Precies hetzelfde als wat hij in Brave New World beschrijft. Je moet wel meedoen. En anders dan is er alleen voor jou een toekomst ergens in Portugal in een wappiecommune. Ja. Ja. Ja, dan kom je in een wildernisreservaat waar mensen een beetje aapjes gaan kijken. Van haha, daar heb je de Savage, letterlijk. Je kunt hem ook als film zien, Brave New World. Wie wil in Portugal wonen? Want Portugal heeft vorige week met de verkiezingen wel een ruk naar extreem rechts gemaakt, hoor. Mm. Oh, vertel. Ja, nou, dat stond in NOS, NOS. Ja. Die artikelen, ik kijk niet meer televisie, maar ik lees wel hun artikelen. Mm-hmm. En dan lees je dat Portugal een extreem rechts heeft gekozen, een extreem rechtse richting heeft gekozen. Dat Spanje dreigt naar extreem rechts op te schuiven, dat Duitsland extreem rechts wordt. Nederland is al extreem rechts. Oh ja, ja. Dat is ook weer onderdeel van die techniek om je in een bepaalde keurslijf te duwen. Inderdaad. Het is extreem rechts op het moment dat je conservatief bent. Ja. Het is extreem rechts op het moment dat je je cultuur koestert. Het is extreem rechts als je tegen die neo-marxistische agenda bent. En dit is ook wel grappig, want wat zeggen ze dan? Ze zeggen eigenlijk niet extreem rechts, maar extreem slecht. Extreem slecht. Ja. Want je hoort niet bij de deugdmensen. En dat hoort ook bij die socialistische agenda die ook vanuit de Fabian Society. Hè, de Fabians, dat zijn de langzame overname van de instituties. Tony Blair zit er ook onder andere bij. Ja. En wat zeggen die dan?
de Fabius, dat was een Romeinse generaal, die een tactiek van vermoeiing hanteerde. Steeds maar door. Dus ja. Een niet geleidelijke confrontatie, maar langzamerhand... Uitzuigen. Put je de vijand als het ware uit, tot hij zich overgeeft. Wat hetzelfde tactiek is als de Future Shocks. Ja. Want je beukt mensen helemaal murf met allemaal nieuwe vernieuwingen. Ja. Tot ze denken, dit is te groot, hier kan ik niks meer tegen doen. Nee. Nou, dat zijn ook dezelfde principes die worden gehanteerd in dat Black Lives Matter BLM-handboek. Wat overal toegepast wordt om die neo-Marxistische agenda uit te rollen en te bewerkstelligen. En dat beschrijft diezelfde technieken. Andermaal, John Coleman beschrijft al dat ze dat in de jaren 60 ook al deden, alleen toen met de Black Panthers. Ja. Dus dat die beweging ook gevoed werden. Ze noemen onder andere de Macy Foundation en nog verschillende andere clubs die de opzet en belangrijke sleutelfiguren in die bewegingen ondersteunen. En de Black Panthers is gewoon de voorloper al van de Bolshevik-led movement, oftewel BLM, Black Lives Matter. Ja. En het sneuwe is, de mensen die daar voorop lopen, die denken dat ze het goede doen, dat ze gesupport worden, maar ze worden gewoon misbruikt. Ze worden gebruikt, misbruikt. Ja. Ze worden in feite verkracht. En dan zie je allemaal ook, kijk... Je moet je ook niet zozeer alleen op de kwade geniussen concentreren die dit injecteren in de maatschappij. Want uiteindelijk heb je meer last van 999 ezels dan van één kwade genius. Ja. Nou ja, en die heb je blijkbaar zo voor je karretje gespannen. Ja. Een ander boek wat je ook zeker moet lezen van Aldous Huxley. Waarmee hij de drugscultuur eigenlijk naar de oppervlakte bracht. The Doors of Perception, 1950. Zijn beschrijving van een mescaline experiment. En zijn ervaringen ermee. Zijn in de jaren 50. En welke band is daarna vernoemd? The Doors. Oh, The Doors. Of Perception. Ja, The Doors. Ja. Komen we nog bij een andere complotschrijver. En dan valt... Trouwens ook prachtige muziek, vond ik dat. Geweldig. This is the end. Ja. Echt hele mooie apocalyptische muziek ook. Ongeëvenaard. Prachtig gitaarspel. Ja, maar ook in Apocalypse Now. Prachtige film ook. Dat hele apocalyptische sfeertje. Wordt daar met een intro van The End. En hij danst ook helemaal gek. Draait hij helemaal door. Ja. Nou, precies dat. Hè? Ja. Gek. De gek die zich bevrijdt uit die structuren. Ja. Ja. Kom je letterlijk in die film ook gewoon weer tegen. The Doors of Perception. En wat schreef een andere complotauteur over Laurel Canyon. Dat is een plek waar ook, hoe heet die massamoordenaar, Charles Manson actief was. Maar verschillende andere bands zagen daar ineens het licht. En... plotseling uit het niks regende de drugs daar uit de lucht. Dus ze konden allemaal maar vrij experimenteren. Er werd hun geen strobreed in de weg gelegd. En wat schrijft hij David McGowan? Hij is in 2008 al overleden. Van die Laurel Canyon en waar de hippiebeweging in Californië ontstond. Al die mensen waren op een of andere manier ook gelieerd aan het militair-industrieel complex. En de belangrijkste daarvan, Jim Morrison. Ja, de vader van. Zijn vader was notabene de admiraal van de US Navy... die het golf van Tonkin incident uitlokte... waarmee in 1964 de Amerikanen de Vietnamoorlog in werden getrokken. Ja, ingerommeld. Ja, dus hij maakte in ieder geval aannemelijk... dat die drugs hun ook echt werden verstrekt. En later is gewoon letterlijk naar buiten gekomen... dat de CIA inderdaad betrokken was bij allemaal LSD-experimenten... die ze op de maatschappij loslieten. Ja, ja. Dus dan denk je eerst van complot, blablabla... Maar uiteindelijk is dat allemaal op historisch verifieerbare feiten en programma's en denkwijzen gebaseerd. Ja, ze hadden tientallen programma's. Ja. Onder andere ook om de supersoldaten te ontwikkelen. Met behulp van drugs. Ja. En ook een andere techniek is natuurlijk desensitizing. Hè? Dus dat je steeds ongevoeliger wordt voor geweld. Nou, als je ook kijkt naar hoe de filmindustrie zich heeft ontwikkeld. Nou, steeds op een gegeven moment zie je alleen nog maar copulerende mensen in beeld. En mensen die elkaar ongeremd doodschieten. Ja. Dat is ook een vorm van desensitizing. Dus wat eerst onacceptabel was geweest. Ik weet nog wel. Ik was toen een week mee aan het vissen. Als leerling visser op een garnalenboot. En toen keken we een film met Samuel Jackson in Amsterdam. Nou, het enige wat er werd gedaan was allemaal mensen doodschieten. En gewoon was dat die film met John Travolta? Nee. Dat is Pulp Fiction. Fantastische film trouwens. Ja. Maar daar zie je datzelfde. Dus dat jij ongevoelig wordt gemaakt voor het doden van mensen. Ja. Nou, dat samengevat. En dan komen we weer terug van drugshandel. Wie profiteert daar nou van? En dan komen we op een... Ja, toen viel er mij in één keer na het lezen van John Coleman. Heb ik 10 jaar geleden al gelezen. Een fantastisch boek.
een hele wandeling door de westerse geschiedenis van een mainstream historicus, Ian Morris. Dit boek opent met de opiumoorlogen van de Engelsen. Ja. De East India Company was de grootste teler van opium in India en in wat nu Bangladesh is. En wat deden die met die opium? Daar overspoelden ze China mee. Miljoenen Chinezen maakten ze verslaafd aan opium. En toen de Chinezen daartegen in opstand kwamen, of in ieder geval de regering die daar was, die zag hun hele populatie, zag hij bezwijken onder opiumverslaving. Wat deed de Britse Navy toen? Die schoot al die, die Chinese schepen kapot, zodat ze weer opium konden verkopen. Dus het hele idee dat er regeringen zijn die gewoon drugs over hele populaties mensen gooien, is al zo oud, is al eeuwen oud. Dus dan is het ook helemaal geen exotisch idee meer dat er juist uit een kartel van businessmen en ook koningshuizen, hij noemt het Britse koningshuis als een belangrijke aanstichter, dat die uiteindelijk dus ook profiteren van drugshandel. Ja. Nou, en dat dus van bovenuit de hogere echelons is gecatapulteerd in de maatschappij van wat wij nu de popcultuur noemen. Maar dit, even een zijsprongetje. Mm-hmm. Dit is ook typerend voor de moraal die binnen ons land leeft. Ja. Er zijn door de geschiedenis heen zoveel overheden geweest die een agenda tegen de bevolking hadden. Ja. Die complotten hebben beraamd. Die weet ik van wat voor misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid. En het enige wat de mens zegt tegenwoordig, ja, maar dat doet onze overheid niet. Maar het is door de hele geschiedenis heen gebeurd. Ja. Maar onze overheid doet dat niet. Nee. Hoe naïef kun je zijn? Inderdaad. Kijk, wanneer kregen wij ook algemeen kiesrecht? 1919, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is voor een deel ook bewust gedaan. We hadden bijna Troelstra gehad, notabene, die een revolutie tegen het koningshuis ontketende. Maar dat was alleen nog voor de mannen, hè? Dat was 1918. Dat was trouwens alleen nog voor de mannen. Nee, dat was toen nog, ja. Maar 1919 kwam algemeen kiesrecht. Ter pacificatie van die tegenstand heeft men toen in Nederland het algemeen kiesrecht ingevoerd. Zo van, nou, dan hebben jullie ook. Ja. En toen werd die revolutie ook, werd gewoon de angel eruit gehaald. Ja. Maar je moet niet vergeten, in Duitsland na het verlies van de Eerste Wereldoorlog zijn er verschillende communistische revoluties geweest. Het had na de revolutie in Rusland weinig gescheeld, of Duitsland was ook in handen gevallen van de socialisten. Ja. En daar werd Hitler tegenovergezet van de nationaal-socialisten als tegengewicht. Ja, eigenlijk bijna hetzelfde, alleen net met een andere twist. Ja. En dat zie je ook, hè. Uiteindelijk zijn er twee katten uit hetzelfde nestje. Het is gewoon algemene staatsmacht, gecontroleerd door grote financiers. Ja. Maar je refereerde daar straks aan de Frankfurter Schule, maar hun ideeën om het nazisme uit te roeien. Maar het komt op hetzelfde neer. Uiteindelijk, ja. Het komt op hetzelfde neer. Of je nou een oligarchie hebt die de hele economie controleert, of het is een staatseconomie met kolgozen, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Ja. Er zijn maar een paar die aan de knoppen zitten. Ja. Nou ja. Ja. En vorige week had je het over Soros. Ja. Maar die is ook betrokken in dit soort zaken. Exact. En die is ook betrokken in de financiering van BLM en noem maar op. Mm-hmm. Mm-hmm. En behalve Soros nog een heleboel van die zogenaamde filantropen. Ja, misantropische filantropie. Precies. Ja, dus via strategische donaties kun je hele groepen mensen aan je binden. Ja. En kun je via een waaier, een hele kerstboom aan organisaties, ja, uiteindelijk een culturele verandering afdwingen. En daardoor zitten we in de cultuur die we nu zitten. Ja. En dan voelt dat voor mensen als een soort natuurlijk proces. Omdat het, ja, je bent net als die vis die in de oceaan zwemt. De oceaan is nu die cultuurverandering. Maar je bent zo gewend daarin rond te zwemmen, ja, dat je niet meer merkt dat het eigenlijk abnormaal is. Ja. Ja. He, dat het, wat niet normaal mag zijn, dat het normaal is geworden. Ja. Het nieuwe normaal. Ja. Ja. Nou, ja. Dus het nieuwe normaal bestond eigenlijk al sinds de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. En is toen langzaam over ons uitgerold. Ja. Dus maak je deze complotboeken eigen. We zijn niet voor niks het studiecentrum. Maar lees ook dit complotboek. Ja, de klassieke strijd tussen goed en kwaad. Behalve die boeken, ook dit complotboek. Ja, om het alomvattende kader te vatten. Dus dat we wel degelijk bewegen naar een nieuwe soort eindtijd. Ja. Een controlemaatschappij. En heel veel mensen voor ons hebben al lang daar hele degelijke boeken gegrond in historische feiten al geschreven. Met verifieerbare bronnen. En daarmee kun je dat ook onderscheiden met wanneer je allemaal ufologie en weet ik veel, allemaal vage dingen die je niet kan verifiëren mee gaat injecteren. Hou je gewoon aan de historische bron en dan zie je dat er wel degelijk een plan is uitgerold die leidde tot de cultuur van nu. Van ja, een soort gepacificeerde bevolking zoals we die bij corona ook zagen. Ja, ja. Behalve op Urk.
Ja, behalve op Urk. Op Urk waren de winkels gewoon nog open. En daar zijn ze nog steeds bezig om die seksuele revolutie van de jaren 60 te implementeren. En daar heb je nog wel kinderrijke gezinnen. Terwijl in de rest van Nederland, nou ja, het is allemaal kinderarmoede. Ja. 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 Nee, dus eigenlijk is daar de ontvolkingsagenda is in Nederland, in ieder geval bij de autochtone bevolking, al geslaagd. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Wij krimpen. Ja. Wij krimpen. Ik wil toch even een pauze inlassen voor een iets luchtiger onderwerp. Oh. Even als tussendoortje. Ja, ja. Ik wil even aandacht vragen voor dit mesje. Ik laat het eventjes zien. Dit is een handgemaakt mesje. En dat is gemaakt met... helemaal handgemaakt. Dus ook het staal is gesmeed. En dit is gesmeed met tamahagane staal. En tamahagane, dat is de naam hebben ze gekregen door de Japanners. Maar dat is oorspronkelijk ontwikkeld een paar duizend jaar geleden in China. En de Japanners hebben die kennis geïmporteerd. De Chinezen zijn het kwijtgeraakt. Onder andere door de culturele revolutie. Ja. Onder andere, want de Chinezen mochten niks meer. Maar er is nog één Chinese smid die deze techniek beheerst. Van het smeden van tamahagane. Ik ben jaren bezig geweest om in contact te komen met die Chinese smid. Dat is me uiteindelijk gelukt, na 2 jaar of zo. Ik heb hem ook zelf mogen ontmoeten. En ik heb een aantal van die mesjes naar Nederland gehaald. Alles is handgemaakt, alles is handgesmeed. Ik moet nog ergens een filmpje hebben dat je ziet hoe hij dat smeed. Maar ik heb dus een aantal van die mesjes naar Nederland gehaald. Het zijn dure mesjes, maar ik wil er één voor ter verloting aanbieden voor de kijkers van Interessante Tijden. Maar dan wel voor de mensen die ook een donatie doen naar Riepke. Ja, je vindt de doneerlink vind je onder dit filmpje. Nou, help Interessante Tijden naar groeien naar 100%. Ja, degene die komende maand een donatie doen, daar verloot ik het onder. Mm-hmm. Het is nu, wat is het vandaag, 13 maart denk ik, 14 maart. 12 maart, wat is het? 13 maart, dankjewel Afke. Afke zit achter de knoppen nu. 13 maart is het nu, dus rondom 13 april, als wij weer een uitzending hebben, dan maak ik de winnaar bekend. Mm-hmm. Onder degenen die gedoneerd hebben in het tijdvak tussen nu en dan. Ja. Nou, ik had eigenlijk moeten zeggen 15 maart. Dan is de uitzending. Ja, dan beginnen we met de uitzending. Maar goed, wij zitten hier al op 13 maart en hebben ons ding. Ja. Dus doe een donatie en dan maak je kans op het winnen van dit mesje. Er zit een leuke schede bij van Kydex. Het mesje zelf is helemaal handgemaakt. Er is ook heel mooi de hamoen te zien. Dat is de smeedlijn. Het is dus ook partieel verhard en partieel minder hard gehouden, zodat de snede hard is, zodat hij zijn scherpte bewaart. En de bovenkant is wat zachter, zodat het taaier wordt. Mm-hmm. En dit is een ideaal mesje voor in de keuken. Voor een aardappeltje te schillen, voor een stukje vlees te snijden, weet ik veel wat. Maar het is ook een ideaal mesje om in je zak mee te nemen voor als je een karweitje onderweg hebt. Een touwtje lossnijden of wat dan ook. Vlijmscherp, echt vlijmscherp. Ja, kan er ook mooi vissen mee schoonmaken, dus, ja, wild slachten. Ja, dus prachtig mesje. Mm-hmm. Doe een donatie en je maakt kans. Nou, je hoort het. Oh, en dan wil ik jullie ook nog even wijzen op dat Brave New World is al gewoon letterlijk praktijk. Ik bedoel, ik weet nog wel toen ik in Amsterdam in bandjes speelde en zo. En dan kwamen ze al van, oh, even een snuifje voor zelfvertrouwen. In heel veel kringen is een snuifje kook op de tafel bij een feestje net zo normaal als een bak koffie. Ja. Het is er al lang, gewoon. Ja, het is er gewoon al lang. Ja. Ja. En, je kan het ook gewoon allemaal bestellen. Ja, er is ook al een website in Amsterdam. Nou, die moet je eigenlijk niet noemen, want daarmee breng je mensen in verleiding. Al die synthetische drugs onder het mond van wetenschappelijk gebruik, kun je gewoon vrij kopen. Ja, voor onderzoeksdoeleinden. Ja, en de overheid grijpt er echt niet in. En dat sluit ook weer aan bij, wie weet nog, de commissie van TRA uit de jaren 90. Die gewoon onthulde dat verrek. Onze eigen justitie zit zelf in de cocaïnehandel. Ja, waarom denk je dat Van Tra dood is gegaan? Die was in één keer dood inderdaad. Ja, wat raar, hè? Ja. En, dus, en hier grijpt de overheid dus niet in. Maar als ik nu het adres onthul van Boudewijn Poelman, de perverteerder van de visserij en boeren. Ja, dan ben je fout.
Ja, dan doe ik aan doxing. Dan krijg je meteen justitie achter. Ja, ik weet zijn adres. Ik weet waar je huis woont. Maar als ik dat nu doe, dan weet ik zeker dat justitie binnenkort bij mij op de stoep staat. Dus Ben, blijf lekker in de lucht. Want hij woont toch... Oh, nee. Hij woont in de Bossen van Naarden. Ik zal het verder niet zeggen welk adres. Maar goed. Nee, laten we dat dan dus maar niet doen. Maar uiteindelijk zit het daar. Er zijn aanwijsbare personen die in dit complot betrokken zijn. Want het is een complot. Ja, ja. Is een groot je kunt ze gewoon aanwijzen. Ze staan ook allemaal in een alfabetische lijst al. In dit boek dat je dus even kunt bestellen nog gewoon. 30 jaar na dato. Het schijnt zelfs dat Osama Bin Laden in deze in zijn boekenkast had. Oké. Okay. Ja. Dus die, ja, ik weet niet met welk motief, maar die had in ieder geval wel door dat er meer achter de schermen speelt. Ja. Wat ook natuurlijk weer heel bijbels is, hè? Ja. Ja. Wat zei Paulus ook maar weer? Ja, die heeft heel veel gezegd. Hij heeft heel veel gezegd. Maar nu zien wij nog in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Ja. Hè, dus als dat borduurwerk waar je nu alleen de losse weefsels van ziet, maar je ziet nog niet de achterkant van het werk. Ja. Maar het is er wel degelijk en het heeft een enorme invloed op hoe de cultuur van vandaag is. En ja, je kunt daar ook weer in doorslaan. Op een gegeven moment kun je ook helemaal in die theorieën verzeild raken. Maar dan raak je ook los van de reguliere, lekkere wereld. Waarin wij gewoon heerlijk een sigaar kunnen roken en een strijdbiertje kunnen drinken. Dus het moet ook geen obsessie worden. Maar de andere extreme kant die jou eigenlijk nu ook vanuit de media wordt opgelegd is... Het bestaat helemaal niet. Nee, maar dat is ook waarom de NCI en de AIVD en weet ik veel wat als grootste gevaar bestempelen. De mensen die in complottheorieën geloven. Ja. Want ze willen niet dat die complotten in de openbaarheid komen. Nee. Want afgelopen jaren is gebleken dat elke complottheorie een half jaar later een complot bleek te zijn. Ja, die gewoon uitkwam. Dus nee, dan ben je extreem rechts of je bent een wappie of nou ja, whatever. Maar je bent een gevaar voor de samenleving. Nou, en dus het complot tegen God. Je kunt dus niet zonder een goede complottheorie om de werking van de moderniteit en de werking op de karakterzwakte eigenlijk van mensen nu... om die te verklaren. En daarom verkopen wij ook onze eigen kledinglijn. Ik zal even stripteasen. We hebben ze natuurlijk weer nog steeds weer in de aanbieding. Liever dood dan slaaf. Hebben we het oude Friese strijdmotto voor onafhankelijke mensen. Even kijken. Ik hoop dat jullie nog kunnen verstaan. Met ons prachtige embleem. Liever dood dan slaaf. De shirts kunnen jullie kopen ook. Hier kun je hier beneden bestellen. Via www.lieverdooddanslaaf. De store, de shop. Kun je ook petten nog steeds bestellen. Zowel in vrouwenshirts hebben we ook in witte shirts. Hè, mocht je de kleur van het licht willen dragen, hebben we nog een heleboel van in de aanbieding. En ik wil jullie nog even wijzen op een prachtig evenement. 13 april in Stavoren komt de Britse politiek wetenschapper en onderzoeker van, ja, echt van deze complotten, die hij grondt in historische feiten en rapporten, komt zijn nieuwe boek presenteren. De Mondiale Staatsgreep, Global Coup d'État, dus een hardcover uitgave. Hij heeft dan ook boekjes en je kunt je hieronder via deze link kon je dan bij ons opgeven of je interesse hebt. 13 april, zaterdag, in Stavoren kunnen maximaal 30 tot 40 mensen kunnen erbij. Het wordt echt een elite evenement. Ja. Kun je ook een strijdbiertje gaan proeven. Geef je hieronder gewoon op. Wil je bij de elite behoren, geef je op. Ja. Maar de andere Jacob Noordangard heet hij. Je kunt zijn werk ook, we hebben hem vorige week al even laten zien. Geef je dus even op of je interesse voor die lezing hebt. Ik geef ook al even ik heb al een lezing gegeven op het moment dat wij dit uitzenden. Aan ongeveer 70 tot 80 mensen hebben zich al aangemeld voor de lezing in Steenwijkerland. Dat gaat ook over de mondiale staatsgreep die nu plaatsvindt. Uit naam van de 2030 agenda. Dus de eugenese agenda verpakt als klimaatagenda. Ja. Dan leg ik ook precies uit de doeken de geestelijke filosofie daaronder. Die de mens kleineert als een van de vele wezens. We zijn eigenlijk net een dier. Hè, we moeten ons geen illusies maken. We worden echt gedehumaniseerd volgens die agenda. Ja. Nou, ja. Dan denk ik dat we rond zijn, Henk. Ja. Ja. Nou, in dit verband zou ik nog willen wijzen op een uitspraak die ik vanmorgen hoorde. Ik had vanmorgen opname met Kees van Helden. Mm-hmm. Ik kan hem niet reproduceren, mijn geheugen is niet zo goed. Maar als het goed is, monteer ik er die even tussen. Aha. Een fragment. Hoe een volk moreel ten onder gaat. Ja. Dat staat erboven. En de eerste zin is ten eerste, houden we op om zonde als zonde te benoemen. De volgende stap is, dan gedogen we de zonde. Dus we kregen abortusklinieken die illegale abortus uitvoerden, zoals in Arnhem, er kwam in Zwolle, er kwam Bloemenhovenkliniek. We hebben dat gedoogd. Dan normaliseren we de zonde.
Dus we accepteren het dat het gebeurt. We gaan het de zonde legaal maken. Er komt wetgeving dat abortus wordt ingevoerd. Dan vieren we de zonde. Nou, dat zien we vorig jaar of twee jaar geleden, dat de 5 dagen bedenktijd wordt afgeschaft in de Eerste Kamer. Die gaat er doorheen. En Corine Ellemeet die staat te juichen tot en met van het, we hebben het afgeschaft en bloemen krijgt ze. Ja, want net zoals nu in Parijs gebeurt. Ja, ook zoiets. Komen we zo nog wel op terug. Ja, ja. En als laatste gaan we de mensen vervolgen die het nog steeds zonde noemen. Ja, en dan wil ik als... En dat ja. Is hier ook op van toepassing. Ja, want wat is nu ook, daar wil ik nog even... Eigenlijk is de hele filosofie van Aleister Crowley, met een beetje een Wicca-aanvulling, is de ethiek van de reguliere, vrijgevochten Nederlander geworden. Ja. Van, ja, wat jij doet, dat is allemaal prima, mag je helemaal zelf weten. Ja. Als je mij maar niet opdringt. Ja. Nou, ja. Dat is, do what they will, ja. As long as it ja. Harm none. Ja. Ja, precies. Meer kan men dus een soort morele onverschilligheid en apathie. En men heeft niet door dat je daarmee totaal weerloos maakt. Ja. Want dan denk je van, volgens mij maar voorbij gaat. Ja. Nou, dat is precies de mentaliteit waar wij uitgezonderd een klein clubje die al door hebben hoe het zit. Ja. Waar je tussen zit. Dus ja. Ging iedereen, ik ben corona als een zombie. Hup, nog maar een spuit nemen, nog maar een spuit. Ja. Nee, je doet het voor een ander. Dat is natuurlijk een leugen. Iedereen weet dat wel. En nu doet men alsof het nooit is gebeurd. Ja, ja, ja. Precies. But the worst has yet to come. Dank jullie voor het kijken. Deel, like en subscribe. Bestel ook je kistje strijdbier. Natuurlijk hebben we dat niet voor niks strijd genoemd. Want ja, in deze interessante tijden hebben we weer strijdbare mensen nodig. Die zich baseren op de ouderwetse Friese mentaliteit van liever dood als slaaf. Daarom hebben we onze webwinkel ook zo genoemd. Bestel je items ook op lieverdoodalsslaaf.com. Daarmee steun je zowel mijn werk dat ik weer kan studeren, uitzoeken en eigenlijk in een uurtje... in zo'n podcast jullie kan uitleggen wat jullie anders weken, zo niet maanden, studie zou kosten. Ja. Dus dan bieden wij jullie ook een service. En uit naam van waarde voor waarde, nou, kunnen jullie ons dan ook weer steunen. Want ja, voor niks gaat de zon op, hè? Ja. Ik wil nog één toevoeging doen hierop. Deel het ook vooral met je vrienden, met je bekenden, met je familie. Met iedereen die je kent. Deel het dat dit verspreid wordt. Dat het Interessante Tijdenkanaal groter groeit, want dat is gunstig voor het algoritme. Wordt het steeds vaker voorgesteld. En kijk ook vooral de video's uit tot het einde. Ja, degene die na 10 minuten niet meer kijken, want dat is de spanningsboog van tegenwoordig. Ja. Die horen deze boodschap niet. Maar voor degene die dat wel, kijk gewoon tot het einde, want het blijft interessant. Ja, en dan draag je uiteindelijk ook bij aan, want uiteindelijk is het maar een klein clubje die in allemaal kantoren en zo huist. Ja. Maar wij zijn met miljarden. Ja. Ja, dus hoeven we ons ook niet te laten intimideren. Precies. Uiteindelijk kunnen wij weer geloven in onze eigen kracht en kunnen wij die mensen makkelijk verslaan. Het is maar zo'n percentage wat die agenda uit wil voeren en door wil voeren. Dus en wij zijn met veel meer. Dus uiteindelijk gaat het ook gewoon glorieus mislukken. En daarom kunnen we ook gewoon optimistisch zijn. God is in control. Ja. En dat zei Simon ook al. Ja. Dus to hell with the devil. En wij gaan winnen. Precies. Voel je vrij. Amen. Proost.